Wat vindt u nou het meest schokkend wat u leest? Ja, weet je, ik vind het heel vervelend dat dat in een periode waarin die evaluatie nog loopt op straat ligt. En ik snap ook echt dat het bij u allemaal heel veel vragen oproept. Maar ik ga niet allemaal stukjes daaruit lichten en die nu bespreken. Wij moeten dat gewoon intern bespreken. Ja, en dit is natuurlijk, ja, dat is geen makkelijke fase, maar ook, ja, ook dit moeten we weer oplossen. Maar als je ziet hoe hij is bejegend in een WhatsApp-groep bijvoorbeeld, ja, gewoon ronduit uitgescholden. Ja, ja, nee, maar er staat heel veel in, maar ik wil dat nu niet, daar vraag ik ook om uw begrip, ik wil dat niet nu allemaal van commentaar gaan voorzien. Maar dan moet u toch afstand van nemen? Ja, maar ik vind nou juist dat die evaluatiecommissie moet evalueren en dat die een aantal mensen moet spreken. Er worden ook allerlei mensen genoemd. In het rapport. Die vinden daar zelf misschien ook wat van. Dus dat moeten we doen. Dat moeten we gewoon intern bespreken. Is de heer Omtzigt tegengewerkt in de partij? Nee, dit is wat ik erover kan zeggen. Komt Pieter Omtzigt nog terug bij de partij? Nou, Pieter Omtzigt heeft natuurlijk zelf gezegd dat hij vanwege zijn eigen situatie, zijn medische situatie, 16 weken het Kamerlidmaatschap niet vervult. En verder is dat aan hem en is ook het rust nemen van rust is aan hem. Dat heeft hij natuurlijk zelf ook steeds gezegd. Daar heeft hij om gevraagd. Dit komt nu naar buiten, maar nogmaals, die evaluatiecommissie die is gewoon bezig. En wat betekent dit voor de stabiliteit van het CDA en bijvoorbeeld deelname aan een nieuw kabinet? Nou, wat mij betreft, die formatie was niet met grote vaart op gang gekomen. Maar gaan wij gewoon door met die verkennende gesprekken. Daar is wat mij betreft niks in veranderd. Daarvan is de animo niet voor toegenomen, maar ook niet voor afgenomen. Maar het is niet zo dat er zoveel shit in uw partij is dat u daar uw handen aan vol heeft en eigenlijk geen tijd meer over heeft voor het land? Nee, dat is niet zo. En er was natuurlijk ook allerlei bespiegelingen over wat andere partijen daarvan zouden vinden. Dat is aan andere partijen. Wat mij betreft is dat onveranderd en is het standpunt van de fractie nog precies wat het gisteren was. Of wat het vorige week was. Klopt het dat Pieter Omtzigt het lijsttrekkerschap beloofd was als Hugo de Jonge zou wegvallen? Ja, ik ga niet op al die stukjes, ook dingen waar ik vaak zelf niet eens bij. Ja, maar waar ik zelf niet eens bij geweest ben, ik kan dat niet van commentaar voorzien. Dus ik vind echt dat aan die evaluatiecommissie is om elk van die dingen te bekijken. Daar ook verschillende mensen die daar ook misschien verschillende percepties op hebben op te bevragen. En dan daar als evaluatiecommissie met een oordeel te komen. Dat kan ik niet nu hier doen. Bent u bang dat uw partij uit elkaar valt? Nee, dat is natuurlijk evident een lastige fase. En tegelijkertijd, ja, we gaan ook dit weer weten op te lossen. Dus ik ga naar binnen. Tot na afloop.